ik wil deze. Geen meisje. Oh my god. Oh, jij is dief, jongen. Yo, wat dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe serie op mijn kanaal Games for Real. En in deze serie ben ik niet alleen, ik ga het samen doen met Jeffrey. Hallo. Hallo. En wat wij in deze serie gaan doen, het heet ook Dylan versus Jeffrey. En wat wij moeten gaan doen is, wij moeten challenges gaan tegen elkaar gaan doen die jullie in de reacties achterlaten. Dus jullie mogen een challenge verzinnen van, haal bijvoorbeeld 10 kills of weet je veel, de meeste kills met de sniper. En dan moeten wij gewoon tegen elkaar met sniper gaan spelen. In een online potje. Zet ook welke game mode of dit en dat we moeten gaan doen. En ja, we gaan gewoon uit de reacties gaan we die comments pikken. Die challenges. En ja, dan gaan we gewoon lekker kijken of we die kunnen gaan halen. Ik hou ook de score bij tussen Jeffrey en mij. Zo ja, dat we kunnen onthouden wie hoeveel het staat, weet je wel. En de eerste challenge, die mochten wij even verzinnen. Want ja, anders moest ik een hele aparte video maken over voor deze serie. Ja, wie de meeste doctags confirmed in het potje. Dus Jeffrey, kom maar op man, ik ga dit winnen. En je staat toch wel voor man. Ja, oké. Okay. Oh ja, we mogen vanaf nu het scorebord niet openen. Want dan kunnen we gelijk zien hoeveel doctags we allemaal hebben. Dat is niet chill. Dus ik denk dat ik dat echt ga vergeten om te doen man. Ik ga het sowieso openen, dat weet ik zeker. Ja, ik denk ook man. Ja. Ik heb net open ik hem al een keer, want dat ben ik gewoon gelukkig. Als je dood gaat, ja. Open je hem gewoon even snel, weet je, over je gaat en zo. Precies. Dus ja, het is... Oh, ik zag niks. Ik speel trouwens met de UMP, of de MacTav voor de mensen die het niet kennen in MW3 en de oudere Call of Duties. Maar ik heb ook een mooie sexy camo. Ik speel ook met de UMP trouwens. Ja, dus het is echt... Het gaat echt om de doctags nu. En ik heb ook Capex aan zijn UV en een Warden. Dus ja, ook ik een Bob Barden. Daar heb je echt geen zak aan volgens mij. Of toch wel? Ik weet het niet. Nou, zullen we kijken. In ieder geval, twee conferences. Oké, hier zit iemand. Wacht. Oh, sprayen. Ik wil jongens jullie nog steeds keihard bedanken voor jullie support. Want het is echt insane. Sinds de Jiraski video natuurlijk kon ik eigenlijk ook wel een beetje verwachten dat ik dan super zieke als een nieuwe kijkers erbij zou krijgen. Dat is echt sick jongens. Welkom allemaal. Super tof dat jullie allemaal kijken. En super tof dat ik ook nu meer mensen kan entertainen natuurlijk. Dat vind ik super tof. Ja, want het is altijd leuk, weet je. Oh joh, what the fuck? Die campers kwam fucking hard in mijn beeld, jongen. Ik heb een counter, Joefie. Ik help wel jou ook met support streaks, hè? Zie je dat? Hier, kill de... Oh, en dan kan jij... Yes, je bent dood. Dan kan ik die dokter knakken. Ja, dat vind ik niet zo ver, hè. Oh, ja, nee! Er komt twee man daar, dus ik kon niet echt... Ja, dat is moeilijk. Oké, kom op. Ik heb wel... Hier ligt weer een gaten dokter die een team heeft laten liggen. Maar ik ben niet binnen. Ja, dat is wel lekker. Als... Ja, dat is altijd makkelijk meegenomen. Meenemen. Oh, die kill. Hop, dokterkie. Hop, nog een dokterkie. Die MacTav speelt wel chill op de front hier, man. Dat is echt chill. Ja, die MacTav, jongen, dat is echt ook fout. Ja. Zekers. Dat ding heeft gewoon sneller. Hier kijk, triple. Oh, drie confirms. Oh, maar dat ding. Ja? Die MacTav, hè, die heeft gewoon in hardcore een eerdere one-shot dan de NV4. Dat is toch gewoon echt? Onrealistisch. Ja, dat is echt waar. Dat ding is gewoon ziek chill. Holy shit. Maar jongens, als jij dus een leuke challenge weet, laat het dan achter in de comments. En dan gaan we natuurlijk de leukste eruit pakken per keer. Laat ook dus gewoon achter met welke wapens we moeten doen, welke game mode. En misschien welke scorestreaks we kunnen moeten gebruiken. En dan, dan gaan we dat gewoon lekker doen. En ik weet nog niet... Oh, ik had hem ook nog bij. Ik had hem. Oh, shit. Zit hier? Er zit altijd zo'n ventje achterin, jongen. Daar heb ik zo gek van. Zit hij hier? Ja, oké. Oeh, ja, ik heb hem. Holy shit. Oh, ik denk dat dit nog best wel spannend gaat worden. Maar ik weet wel dat... Oh, what the fuck doet deze guy? Wel dat, dat ik er al veel heb. Dat weet ik zeker. Ja, ik heb ook wel aardig wat, ja. Het gaat wel lekker. Dus wel... Ah, je bent dood. Oh. Ah, mijn kill. Dank je. Ik heb weer een UC. Dit is ook XP, hè? Vooral nu met dubbel XP. Ja, dat is echt chill met de kill confirms. Shit. Ja. Want als jij de doctags gaat... Ja, precies. Ik denk dat ik nu meer pak dan ik normaal zou pakken. Dat weet ik wel zeker. Ja, want nu ga je ervoor spelen, hè? Ja, normaal precies. Maar die MacTav, jongen, holy shit. Hey, waar is deze guy? Meenemen. Oh, hij had mij ook nog bijna, jongen. Oh, ik heb bijna mijn Warden gast. Damn. Hier voor je. Ja, ik heb nog. Ik ben net geprestiged, hè. Oh, ik heb hem al, joh. Meenemen. Dit is echt. Holy shit, ja. Oeh. Ja, we gaan. Ja, maar we mogen niet. Oké, oh ja, daar staat de score ook. Ik dacht van, je moet toch op het scorebord kijken hoeveel nog moet, hoeveel doctors. Ik kan hem niet killen, shit. Oh nee. In de war. Ik ga springen en kill. Dit wel denk ik ook wel een heel snel kill voor een potje. Maar ja, we weten voor die dokter. Ja, echt hè. Dat gaat echt snel. Ja, holy shit. Oh, hier staat er weer een. Ja, dank u. Mijn dokter.
mijn wijk. Ik heb nog steeds die care package, maar ik roep er gewoon niet in, omdat het te kleine map is en ik moet voor die dogdicks gaan. Ja, daarom, ik heb ook nog klaarstaan, maar ik wil niet inroepen, want er gaat weer tijd van dingen af. Hè. Ja, precies. Je moet gewoon echt strijden voor die dogdicks. Holy shit. Ik ben level, ik kan ook bijna precies, man. Ik ben 53. Dat is lekker. Hey, oh, hoe weet je dat? Heb je gekeken net? Dan komt er in beeld, jongen, als je level up gaat. Ja, oké, okay, sorry, laat me, oké. Okay. Oh ja, ik. Fuck, kut. Ik kan. Nee, had ik die dogtag wel daar? Ik had daar 2 dogtags kunnen oppakken, shit. Ik denk dat dit echt. Puss. Ik denk dat dit echt. Jij moet er altijd om lachen, hè? Ah, wel mooi. Hoe dom, jongen, dat stemmetje, puss. Puss. Okay. Oh shit, oké, okay, hier links zit er een. Ja, jij gaat dood, dank u. Hij gooit de hele tijd die stunts, dat is dezelfde guy steeds. Dat is echt irritant, man. Hier, care package guy, dank u. Stunts zijn sowieso irritant in deze game, jongen. Yep. Stunts zijn altijd irritant. Waarom zou ik dat in de fucking game, jongen? Alsof je in een fucking echte oorlog staat iemand voor je. Yo, wacht even, lekker eens even een stunt gaan gooien. Dat zou ik echt leuk vinden. In de oorlog niet, maar in arrestatieteams gebruiken ze dat wel, though. Hetzelfde als van die tripmines, hè? Waarom zou je in een huisje gaan zitten, in een hoekje? En dan zou die kerel eerst denken, wacht eens even. Laat ik eerst even bij de deuropening even zo'n tripmine neerleggen, dat is handig. Ja, op zich, dan scherm je wel zo'n gedeeld. Oh, Joost, af. Oké, okay, we zitten al 84 dogtags, man, holy shit. En we hebben nog 4 minuten te gaan. 85, we zijn net over de helft. Oh shit, oh shit, oh damn. We zijn net over de helft van de tijd en we hebben het potje bijna klaar. Echt, hè? Dit gaat te snel. Oh my god. Wacht, dogtag, ik ga gewoon voor die dogtags. Fuck off als ik dood ga, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik wil die dogtags, ik moet 1-0 voorstaan. Hier, pak jou, ik ga jou ook even killen. Mijn score voelt me ook niet echt. Wat zijn deze mensen aan het doen, jongen? Kijk dan, oh my god. Ik ging mijn fucking UV in, tegelijkertijd ging ik schieten. Dus ik had. Ik weet niet wat de fuck ik kan. Ik krijg een stun op mijn kop. Huh? Waar zitten ze? Oh, hier. Wacht, ik moet deze dokter eigenlijk wel pakken. Ik was vergeten om hem op te pakken, man. Hier, hoppa. Hops. Oh nee! Ik had het niet door dat hij naast me ging spannen. Ik zag die dokter daar voor me. Dus ik wil echt gaan strijden voor die dokter, maar toen ging hij dood. Dood. Oké, ik heb. Oh ja, oké. Nee, geluid. Nee, ik wil deze, ik wil deze. Geef mij ze. Oh my god. Oh, jij is dief, jongen. Oh my god. Ja, oké. Omdat jij de gast bent, of omdat je. Ja, dat. Ja. Mag jij. Mag jij als eerste het scorebord openen? En ik ben best benieuwd hoe de score is, though. Oké, doe maar. What the fuck, man. Is het dichtbij? Is het echt dichtbij? Pech, man. Maar je is het niet pech, man. Oké, ik ga kijken. 3, 2, 1. Oh! 44, hier, pat! Ik heb een scorefakje, man. Oh, dan ga ik even invullen. 1-0 voor mij. Holy shit, jongens. Damn, die was echt goed. 20.000 XP. Ouwe, ik heb scoren, what the fuck. Maar jongens, dit is natuurlijk de serie. Ik sta nu 1-0 voor in het klassement eigenlijk. We gaan tot ongeveer de 10 of zo. We weten niet hoeveel challenges we gaan doen. Dat komt wel de volgende video, denk ik wel. Dus laat jouw challenge achter hier in de reacties met welk wapen, class of specialist of weet ik veel wat we moeten gaan doen in Call of Duty. Maakt ook niks uit welke game mode. En ja, Jeffrey, dan heb ik nog één ding te zeggen. Dat is tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.